Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En ik ga je vandaag vertellen hoe je jouw slechte gewoontes kan verwijderen. Ik ben zelf de koning van slechte gewoontes geweest in het verleden. Videogames, verschillende dingen kijken op het internet die me niet mogen, om het zo maar te zeggen. Alcohol, fastfood, verschillende slechte gewoontes, social media, you name it. Ik heb het wel gehad. En ik ben er van afgekomen en ik ga je precies uitleggen vandaag hoe jij er ook van af kan komen. Ik ben dus zelf ook verslaafd aan deze slechte gewoontes. Ik wilde mezelf altijd goed voelen, dus gym, eten, business, reizen, vrouwen, geld, status. Echt op die short term gratification. En als je ook zo bent, heb je een superkracht. Er is dus iets in je brein, iets in je hoofd, iets wat verslaafd is aan verslaafd zijn aan dingen. En dat is helemaal geen slecht ding. En ik ga je precies vertellen waarom. Als je verslaafd bent aan de juiste dingen, gym, business, reizen, geld verdienen, status eventueel zelfs, positieve dingen. Als je daaraan verslaafd kan raken, ga je zoveel progressie maken in het leven. En ik ben ook zo verslaafd aan iets. Bijvoorbeeld, ik maakte bijvoorbeeld nooit dit soort video's die je nu ziet. En ik heb denk ik in 2024 en dit jaar hebben we alleen al volgens mij 100 plus video's gepland staan. Terwijl ik nooit video's maakte. En ik kan gewoon niet stoppen als ik ergens aan begin. En ik ga er gewoon helemaal voor. En ik raak er verslaafd aan. Aan het maken van dit soort presentaties. Aan het maken van video's. Aan het maken van geld. Aan het verslaafd zijn aan reizen. Aan het verslaafd zijn aan business. Aan werken. Aan het verslaafd zijn aan bulken. Aan het verslaafd zijn aan gym. Allemaal positieve gewoontes die ik zelf toepas. En die ik vervangen heb dus voor social media, videogames, alcohol, et cetera, uitgaan. Allemaal slechte gewoontes, naar mijn mening. En deze verslavingen kunnen dus jou gaan maken of breken in dit leven. En dat actieve gedeelte van je brein moet je uiteindelijk gaan gebruiken. Pak deze slechte verslavingen bij elkaar en vervang ze stuk voor goede verslavingen. Doe dit niet in één keer. Ga niet in één keer 10 slechte habits vervangen door 10 goede. Begin gewoon 1 voor 1. En ik functioneerde supergoed als een verslaafde al jaren. Nou, super slechte verslaving die ik dus heb gehad. Videogames, porno, social media scrollen, alcohol. Had ik niet echt super grote verslaving, maar ik gebruikte het wel gewoon. En deze heb ik dus vervangen door online ondernemen, daten van vrouwen, content maken op social media. En daten van vrouwen ben ik absoluut niet verslaafd aan momenteel. Maar in ieder geval ondernemen, gym, het content maken op social media, deze video's voor jou maken, geld maken, werken. Dat zijn echt mijn verslavingen. En de meeste mensen die verslaafd zijn, zijn super vastberaden. Die geven nooit op en die geven het uiterste. En dat is volgens mij ook de reden waarom jij deze video kijkt. Pak je energie en plaats uiteindelijk in deze goede gewoontes in plaats van slechte gewoontes die je nergens gaan brengen. Raak verslaafd dus aan persoonlijke ontwikkeling. Aan groeien, als fysiek, maar ook als mens, maar ook in je business. Aan de gym, verslaafd zijn aan lezen, verslaafd zijn aan online ondernemen, verslaafd zijn aan de juiste podcast luisteren, verslaafd zijn aan geld verdienen, verslaafd zijn aan werken. Gym was mijn eerste echte, positieve, echte verslaving. Ik kwam er voor het eerst heen met een middelbare schoolvriend hier in de buurt. En het was een redelijk luxe gym. Het was 60 euro per maand. Mijn vader betaalde dat die tijd nog. Terwijl ik toen echt al 300-400 per maand bij de Albert Heijn verdiende. Dus achteraf had ik deze zeker zelf moeten betalen. En daar ben ik ook zeker nog steeds dankbaar voor. Want 60 euro per maand voor een gymabonnement zou niet eerder vader doen. Maar dat tezijde, ik was een heel dun ventje, 60 kilo. Ik ben nu 80 kilo, ik ben helemaal geen heavyweight. Maar ik heb wel een transformatie gemaakt de afgelopen jaren. En sinds ik de eerste keer in de gym stapte, aan het roeien was op het roeiapparaat, en eigenlijk niet wist wat ik aan het doen was, was ik verslaafd aan het gaan. Verslaafd aan pomp, verslaafd aan dingen proberen, verslaafd aan fitnesscontent kijken, et cetera. Dus ik ging 5 à 6 dagen per week naar de gym. En deed nog balsport daarnaast, zoals voetbal en tennis. Ik tenniste 1 keer in de week en ik voetbalde 2 keer in de week. Zoals 3 keer in de week een soort cardio sport aan doen. En ook 5 keer in de week fitness. Soms ging ik wel 2 keer op een dag fitness. Of 1 keer op een dag fitness en 1 keer op een dag voetbal. Of 1 keer op een dag fitness en 1 keer op een dag tennis. En ik was zo verslaafd dat ik uiteindelijk in shape kwam. In het begin merkte je er nog niet veel van. Maar naarmate de jaren groeiden, ging ik er steeds beter uitzien. En de mensen om me heen die niet naar de gym gingen, gingen er steeds slechter uitzien. Zodra je uiteindelijk verslaafd bent, wordt het makkelijk om deze moeilijke dingen op dagelijkse basis te gaan doen. Als ik een dag niet naar de gym ben geweest, zoals vandaag, omdat ik een balsport doe, tennis vanavond, mis ik bijna out. Denk ik van shit, ik ben vandaag niet naar de gym geweest.
Dat is hoe ver je moet komen. Reset je brein. Ga een dopamine detox doen. Dat ga ik de komende 7 dagen doen. Vanaf zondag. Doe ik 7 dagen geen YouTube. Geen social media. Tenzij je er geld mee verdient. En reset je dopamine levels. Ik vind deze heel moeilijk. Social media moet ik per se gebruiken voor mijn werk. Dus dat ga ik zeker doen. Maar geen YouTube wordt voor mij echt gewoon een uitdaging. Want ik kijk super veel podcasts. Of personal development dingen. Of dingen waarvan ik kijk dat ik kan van leren. Dus voor mij is dit ook nog niet helemaal super easy of zo. Maar dit reset wel mijn dopamine levels. En deze laat je verslaafd worden aan productieve dopamine. Werken, verbeteren, grinden, gymmen, eten. En hierdoor word je uiteindelijk een ongelooflijk beest. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en ook in je business. In elk aspect van je leven. Spijt is uiteindelijk je richtlijn. Wanneer je de spijt hebt, is dat uiteindelijk je mind die je vertelt dat je dat niet meer moet doen. Hetzelfde voor aftrekken bijvoorbeeld, hoe je daarna voelt. Van shit, had ik dat wel moeten doen? Of na 3 uur gamen van hey, had ik dat wel moeten doen? Of na je helemaal coma zuipen, had ik dat wel moeten doen? En de meeste mensen van ons blijven het toch doen. Omdat dit een herhaaldelijk patroon is. We zeggen, iedereen doet dat als die dronken is. Iedereen slaat een persoon of iedereen kotst als die dronken is. Maar is dat normaal? Moet je dat uiteindelijk gaan normaliseren? Wil je die persoon zijn? Dat is de vraag die jij jezelf vandaag moet stellen. En een van mijn grootste slechte gewoontes is nog steeds social media. Dus daarom doe ik ook die detox. Ik consumeer redelijk veel podcasts. Ik kijk 1 podcast per dag gemiddeld. Longform content op dagelijkse basis. Of in de auto, maar voornamelijk gewoon op mijn laptop. Terwijl ik daarnaast aan het werk ben. Is niet super productief. Het is super productiever als je BrainFM of iets anders uitlaat. En ik zie mijn schermtijd de laatste tijd omhoog gaan. En ik vervang die door te gaan werken en dingen beter te doen dan dat ze al zijn. Dus persoonlijke verzorging. Meer scheren, meer voor mijn huid schoonmaken, meer mijn nagels knippen, gewoon basic shit. En kijken naar 1 film of 1 activiteit of 's avonds 1 relaxing ding of 1 voetbalwedstrijd. Zonder op mijn telefoon te kijken naar werk of naar andere dingen. Leg die telefoon weg. En wat ik ook toevoeg is een schermwidget toevoegen aan mijn telefoon. Misschien kan ik het je wel even laten zien. Ik weet niet of je het nu kan zien, maar je ziet dat ik vandaag 3 uur en 40 minuten heb aan schermtijd. Het is momenteel 7 uur. Deze zal ook niet boven 4 uur eindigen. En als ik heel eerlijk ben, is van deze 4 uur, is 2 uur werk geweest. 2, 3 uur werk geweest, denk ik. Tussen 2 en 3 uur. En 1 uur is gewoon aan saus geweest. Daar ben ik heel transparant in. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit vertel. En waarom ik dus een dopamine detox weer ga toepassen vanaf zondag. Minimaal 1 week lang. Oké? Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken. 97% van jullie is nog steeds niet geabonneerd. Dus like en abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.